Een hele goede dag, jongens en meisjes. PSJ op je beeldscherm. Wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe uitlegvideo over natuurrampen in Japan. En een speciaal welkom voor de leerlingen van het Wesselgansoord in Groningen uit klas 1b en 1d. Maar zit je niet in deze klas, ook leuk dat je kijkt. Of zit je misschien wel niet eens op het Wessel? Hartstikke leuk dat je kijkt naar een nieuwe uitlegvideo. En we zijn bezig met het thema natuurrampen. En vandaag gaan we verder met waar we gebleven waren. Want de vorige video ging over het ontstaan van vulkanen in Japan. Ging over een landplaat, oceaanplaat. Misschien weet je het nog. En vandaag gaan we verder met paragraaf 3. En gaan we ook, dat is ook het laatste wat ik ga vertellen over deze paragraaf. Dus ik hoop dat jullie allemaal klaar zitten, dat jullie er zin in hebben, dat jullie weer nieuwe energie hebben. En dat je je boeken voor je neus hebt liggen en dat alles voor je neus ligt. Je potloden, je pennen, je stiften, je niet-machines, alles. Dan gaan we gewoon beginnen. En het is mooi dat jullie allemaal zo goed luisteren en allemaal zo lekker op hun stoel zitten aan de keukentafel of misschien wel aan je bureau. En dan gaan we starten. Nou, jullie weten allemaal dat ik altijd even aan het begin laat zien wat de deelvraag is en wat de doelen zijn. En de deelvraag is: waarom zijn er veel vulkanen in Japan? En de leerdoelen: je weet dat er 3 soorten bewegingsrichtingen van platen zijn. Nou, de vorige keer heb ik daar over uitgelegd, dus ik hoop dat je ze nog weet. Je kunt beschrijven hoe de vulkaan de Aso is ontstaan. Nou, heb ik ook uitgelegd. Hè? Misschien weet je dat nog met al die animaties, die filmpjes, waarin je zag dat zo'n oceaanplaat onder een landplaat dook. En dat je zo'n vulkanen kreeg die op een rijtje lagen. Zo'n keten van vulkanen noem je dat. Je kunt beschrijven hoe het landschap van de caldera van de Aso eruit ziet. Nou, daar ga ik vandaag niet zoveel over vertellen. Vorige keer heb ik je al een foto laten zien. Die foto staat ook in je boek. En dit leerdoel ga je ook vooral behalen door de opdracht uit je werkboek te maken. En de laatste, leerdoel 4. Je weet wat de voordelen kunnen zijn van vulkanisme. Want ook al heb je dan een vulkaan in je achtertuin, er zitten ook wel wat voordelen aan vulkanen. Dus dat laatste leerdoel, daar ga ik het vandaag vooral met jullie over hebben. Maar ook ga ik nog even een aantal belangrijke zaken behandelen die in het basisboek staan. En dan vooral basisboek B103. Dus dat heb ik er nu niet tussen gezet, maar dat had ik wel kunnen doen. Nou, ik wil eerst even met jullie beginnen. Jullie hadden een opdracht. Dit is opdracht 3 uit het werkboek. Die hebben jullie als het goed is allemaal gemaakt. En je ziet hier een tekening van bewegende platen. Dit heb ik uit je werkboek gehaald. En je moet daar op de rondjes, de witte rondjes, moet je de juiste gebeurtenissen en begrippen moet je daarin zetten. En je ziet ze hier rechts onderin. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen lezen, maar anders dan kijk je maar even in je werkboek. 1. Een plaat met een oceaan erop. 2. Een plaat met vooral land erop. 3. Opstijgend magma, dat mag je 2 keer invullen. Dat moet je 2 keer invullen. 4 is de vulkanenrij. 5 naar beneden duiken van een plaat. En 6 uit elkaar bewegen. Nou, ik zal even laten zien wat je had moeten invullen. En dan ga ik er nog even wat over zeggen. Dus ik herhaal nu eigenlijk wat lesstof van de vorige video. En ook kijken we nu eigenlijk samen opdracht 3 na. Nou, dit had je zo moeten invullen. Nummer 1, dit is een plaat met een oceaan erop. Dat wordt ook wel een oceaanplaat genoemd. En die oceaanplaat heeft een aantal eigenschappen. Misschien weet je dat nog. Moet je even nadenken. De vorige video heb ik dat uitgelegd. Welke 2 eigenschappen waren dat ook alweer? Aan de andere kant, hier heb je dus een plaat met vooral land erop. Dus nummer 2 had je hier moeten invullen. Dan krijg je hier opstijgend magma vanuit de mantel. En hier heb je dan een vulkaan. En ook hier op de oceaanbodem krijg je, waar 2 platen uit elkaar gaan, krijg je te maken met opstijgend magma. Dus hier vul je ook de 3 in. Nou, de vulkanenrij heb je hier op het land liggen. Je ziet die vulkaantjes mooi zo op een rijtje liggen. En ik heb de vorige video ook laten zien hoe dat voor Japan is. Dat ook heel veel vulkanen in Japan liggen op zo'n rijtje. Zitten wel trouwens tientallen kilometers tussen.
soms. Bij 5, daar zie je dus dat de oceaanplaat die duikt onder de landplaat. Nou, vorige keer ook uitgelegd. Zo is ook de vulkaan de Aso ontstaan. En bij 6, dat is hier bovenin, daar zie je dus dat de platen uit elkaar bewegen. En hier ontstaat de Midoceanische Rug. Dat is een bergketen op de bodem van de oceaan. Dus dit is het goede antwoord wat je had moeten invullen. Dus dat kun je nu alvast even doen. Trouwens, dit is ook de laatste uitlegvideo van paragraaf 3. Dus ik zet straks in som, hè, dan zet ik het huiswerk in. Dan zet ik ook een link naar dit filmpje. Maar dan kun je ook weer zelf de opdrachten van paragraaf 3 nakijken. Maar op vraag 3 hebben we nu even samen gedaan. Dan ga ik verder met mijn uitleg. En ik wil het met jullie hebben over soorten vulkanen. Er zijn eigenlijk 3 hoofdsoorten van vulkanen. Dit staat niet in je leerboek, maar dit is je basisboek. Ik geloof uit mijn hoofd B103. Maar ik heb het basisboek nu even niet voor mijn neus liggen, maar B103. En dat klopt. En B103 heet soorten vulkanen. En er zijn verschillende soorten vulkanen. Ik behandel er 3 met jullie. Je moet ook deze 3 moet je kennen. Dit wordt ook wel de hoofdsoorten genoemd. Er zijn nogal meerdere, maar dit zijn de belangrijkste. Nou, de eerste vulkaan, dat is een beetje het beeld wat vooral in ons hoofd zit als je aan een vulkaan denkt. Dat is zo'n steile berg. Hier heb ik een vulkaan. Dit is de Fuji in Japan. Dit is een voorbeeld van een, en dit wordt een stratovulkaan genoemd. Een stratovulkaan. En als we eens even kijken, hier zie je een hele mooie dwarsdoorsnede in deze tekening. Je ziet hier de magmakamer, de kraterpijp waar magma naar boven komt. En hierboven hebben we de krater. En dan krijg je op een gegeven moment dat daar natuurlijk vooral as en ook lava naar buiten komt. En dit is een heel mooi voorbeeld van een stratovulkaan. En deze vulkaan die komt vooral voor bij waar een oceaanplaat onder een landplaat duikt. Daar vind je vooral stratovulkanen. En deze vulkanen komen heel veel voor in Japan. En een kenmerk van zo'n stratovulkaan is dat hij hele steile hellingen heeft. En dat de vulkaan is opgebouwd uit allemaal verschillende soorten lagen, lava en as. En die uitbarstingen zijn vaak ook heel heftig en spectaculair. En ook explosief. En dan komen ook van die vulkanische bommen komen vrij. Dat is allemaal gesteente met lava en het vliegt dan alle kanten op, soms kilometers ver. En het magma is vooral dik en stroperig en dat stroomt dan zo langs de helling. En uiteindelijk wordt dat magma, wat in het binnenste van de aarde zit, dat wordt dus lava. En uiteindelijk wordt dat dus weer hard gesteente. Nou, dit is een goed voorbeeld van een stratovulkaan. Een ander voorbeeld van een andere soort vulkaan, dat is de caldera-vulkaan. En dat is de vulkaan, de Aso bijvoorbeeld, is ook een caldera-vulkaan. En die is ook best wel bijzonder. Je ziet hier weer een tekening. En ik heb een plaatje gevonden van een caldera-vulkaan. En wat een groot verschil is met een stratovulkaan, is dat de krater is vaak veel groter. En een hele grote oude krater is dat. Het is een oude vulkaan. En de in het binnenste in de krater is vaak ook ingestort. Dat kun je hier ook zien. En de magmakamer is ingestort. En heel vaak zijn deze vulkanen ook niet meer actief. Maar wat je wel vaak krijgt bij zo'n caldera-vulkaan, is dat er weer een nieuw vulkaantje ontstaat met een nieuwe krater. Dat zie je hier gebeuren. In deze foto kun je dat niet echt zien. Maar hier in deze schematische tekening of figuur kun je dat wel heel goed zien. En dat is bij de vulkaan de Aso is dat ook zo. Ik heb je toen verteld dat er 1 actieve vulkaan is, de Nakadake-vulkaan, weet je nog? 1 van de 5. En dit kan ook heel breed zijn. Hier zie je het ook, dit is een luchtfoto. En je ziet ook dat dit heel breed is. Dit kan soms echt kilometers breed zijn. In het geval van de vulkaan de Aso is het 120 kilometer breed. Dus van deze kant naar de andere kant. En je ziet ook dus dat daar allemaal, nou ja, heb je gezien, heb die foto, dat mensen daar gewoon gaan wonen. Heel soms zie je ook een kratermeer ontstaan. Dan vult dit zich met water, met regenwater. En dan heb je een soort kratermeer. Dus dit is de tweede type vulkaan, die moet je ook weten. En de laatste type vulkaan, die komt
Dat is deze. Dat wordt een schildvulkaan genoemd. En dat komt omdat de vulkaan niet zo hoog is. Niet zoals bij een stratovulkaan, echt met zo'n hoge berg. Het is wat vlakker allemaal. Wel zien we de magmakamer. Een schildvulkaan heeft vaak ook een krater. Nou, dat kun je op deze foto ook zien. Dit is de vulkaan, even kijken of ik het goed uitspreek, Kilauea op Hawaii. Hawaii heb je heel veel schildvulkanen trouwens. En je ziet ook dat deze vulkaan komt vooral voor bij divergentie. Nou, wat was divergentie ook alweer? Dat was een plaatbeweging waar platen uit elkaar gaan. En bij een stratovulkaan heb je dus dat de hellingen heel steil zijn. Maar bij een schildvulkaan zijn de hellingen heel flauw. Dus hier zie je dat ook een beetje. Dit is ook een foto van afstand genomen. Maar hier zie je ook allemaal lava. Hier zie je trouwens de magma zitten. En lava wat hier zo naar beneden is gestroomd. En dat is nu hard geworden. Dat is dat zwarte gesteente. En dat is echt maar oud lava. En de lava is vaak dun en vloeibaar. En kan dus ook best wel heel ver wegstromen van de krater vandaan. Dat is een groot verschil met een stratovulkaan. Daar is de magma vaak dik en stroperig. En daardoor krijg je die steile helling. Terwijl hier de lava heel vloeibaar en dun is. En krijg je wat bredere, flauwere hellingen. En de uitbarstingen zijn trouwens wel heel spectaculair. Maar niet echt zo explosief als bij een stratovulkaan. Nou, in Japan komen ook wel van dit soort vulkanen voor, maar in Japan heb je vooral stratovulkanen. Dus deze drie soorten type vulkaan, dus ik noem ze nog even op, de stratovulkaan, en laat ze ook even zien aan jullie, de stratovulkaan, die moet je kennen, de caldera vulkaan, die moet je weten, en de laatste soort vulkaan, is de schildvulkaan. En ik wil ook met jullie even naar een YouTube filmpje kijken van de Kilauea vulkaan op Hawaii. Want die is nog niet zo heel lang geleden ook uitgebarsten. Kijk, op 2019. Nou, je ziet hier. Oh, hij vliegt alweer weg. Maar je ziet hier de lava stromen. En ook wat aan de horizon wat stoom uit de vulkaan komen. Vaak heeft zo'n vulkaan ook meerdere kraters, wat zijkraters. Nou, hier, daar wonen die mensen. Die moeten ook echt, zijn hun huizen waarschijnlijk wel ontvlucht. Je ziet hier zo die lava stromen en de lava is best wel dun en vloeibaar. En vaak is het zo dat bij deze vulkaan, dit stroomt zo richting de zee. En dit is in de buurt van de krater. Hier zie je, dit is allemaal weer, dat zwarte wat je hier ziet, dat is allemaal gestold lava. Dus dat was eerst magma, toen kwam het uit de magmakamer, werd het lava. Op een gegeven moment wordt dat weer hard en wordt dat weer gesteente. En we vliegen nu met een drone, denk ik, in een van de kraters. En dit is wel heel gevaarlijk natuurlijk, dus je moet je niet lopen. Nou, je ziet dat het best wel heel uitgestrekt is. Kijk, en in de verte zie je nu hier zo, daar zie je dus echt de krater en de uitbarsting van de lava. Best wel ver weg eigenlijk. En zo krijg je dus, op deze manier ontstaat dus een schildvulkaan. Nou, je ziet toch wel dat zo'n vulkaan best wel, of tenminste laat ik zeggen, als die uitbarst, ontzettend veel schade aanricht. Alles wat op zijn pad komt, terwijl je hier trouwens wat verschillende uitbarstingen ziet, uit verschillende kraters en spleten, zie je hier allemaal lava omhoog komen. En dat stroomt dan zo alle kanten op en dat wordt dus heel breed en dan krijg je een schildvulkaan.
En hier zijn we dus dicht bij een van de hoofdkraters. Nou, kijk hoe dat lava zo naar buiten komt. En die stroom lava die verwoest alles op zijn pad. Is heel erg heet. Maar je ziet al wel de bomen, de huizen, de wegen. Hier loopt volgens mij een weg. Zie je dat? Hier onderin. Alles wordt bedolven onder lava en ja, gaat ook kapot. Goed, dus we hebben even gekeken nu naar een filmpje van een schildvulkaan. Tot slot, het laatste stukje. En dat lees je ook in je leerboek. Maar zo'n vulkaan is natuurlijk erg nadelig. Dat zag je nu ook, hè? Die mensen die daar in dat gebied wonen, die moeten rennen voor hun leven. Huis gaat waarschijnlijk, wordt bedolven onder lava, dus dat ben je kwijt. Maar zo'n vulkaan heeft ook een aantal voordelen als je zo'n vulkaan in je achtertuin hebt. En een van de, de grootste voordelen van zo'n vulkaan, en dat zie je op deze foto, is dat de as van de vulkaan is heel vruchtbaar. Dus op een gegeven moment gaat die as, die dwarrelt zo neer op het landschap rondom de vulkaan. Maar die grond wordt ontzettend vruchtbaar, omdat er heel veel voedingsstoffen in lava zit. Dus de mensen die daar wonen, die kunnen hier ook heel goed, en dat zie ik hier op de voorgrond, hun gewassen verbouwen. En kunnen dus daarmee eten produceren. En dat kunnen ze zelf opeten, maar ze kunnen dat eten ook verkopen en zo op die manier geld verdienen. Dus je ziet heel veel in gebieden rondom een vulkaan, zie je ook heel veel dat er gewassen worden verbouwd en dat men aan akkerbouw doet. Nou, een ander voordeel, dat zie je ook in Japan, maar ik heb hier een foto van IJsland, want in IJsland heb je ook best wel veel schildvulkanen en vulkanen. Heb je van die warmwaterbronnen. En IJsland is nou niet echt een land waar je naartoe wil gaan, omdat het daar zo lekker klimaat is. Maar je hebt daar wel heel veel hotels en van die warmwaterbronnen waarin je lekker, het water heeft gewoon een lekkere temperatuur. En dat is voor die mensen heel erg fijn. En dat zorgt ervoor dat er toerisme op gang komt. In IJsland, op Hawaii, maar ook Japan gaan heel veel mensen ook naartoe. Juist om deze warmwaterbronnen te bezoeken. Omdat dat gewoon heel prettig is. En sommigen beweren ook dat die warmwaterbronnen ook nog genezend kunnen zijn. En ze willen natuurlijk ook vulkanen in het land bezoeken. Dus het levert ook weer extra geld op door middel van toerisme. Dus dat zijn twee belangrijke voordelen. Er is trouwens nog een voordeel, want het staat nergens in je boek. Maar je kan ook energie opwekken met of vulkanische in de buurt van vulkanen. Dan heb je geothermische energie. Beetje een moeilijk woord. Maar goed, dat mag je op zich ook wel weer vergeten. Maar je kan ook door de warmte die in de buurt van vulkanen zit, dan ook in de grond, kun je ook energie maken door het stoom. Maar goed, in je boek worden twee voordelen genoemd. Dus dat het landschap in de buurt van de vulkaan erg vruchtbaar is, waardoor je gewassen kan verbouwen. En toerisme is heel erg belangrijk voor de warmwaterbronnen, maar ook vinden mensen het heel vaak heel interessant om zo'n vulkaan eens nou eens een keer in het echt te bezoeken. En misschien heb jij ook wel eens een keer in het echt een vulkaan bezocht. Oké, dan ben ik aan het eind gekomen van mijn instructievideo. Of tenminste uitleg van de theorie. En dan laat ik even zien wat waar jullie mee aan de gang kunnen gaan. Dat is dit. Jullie gaan een aantal opdrachten uit het werkboek maken. Dat zijn de laatste opdrachten. Je hoeft niet alles te maken. Jullie hebben als het goed is al opdracht 1 en 2 en 3 de vorige keer gemaakt. En jullie gaan nu maken van je werkboek bladzijde 67. En trouwens ook op bladzijde 68 gaat het door. Maar je begint op bladzijde 67 opdracht 4, 5, 7 en 8. Die opdrachten ga je maken. Gebruik je basisboek B102 en B103. Moet je daarvoor gebruiken. En voor 1D, zorg ervoor dat je dit donderdag 2 april af hebt. En klas 1B vrijdag 3 april. Dus ik zet dit filmpje daar dus ook in som. Ik zet de opdrachten in som. En deze week dus nu het filmpje op dinsdag om 11 uur. En de volgende instructievideo komt online donderdag 2 april om 8:30. En let op. Woensdag 1 april,
Het is geen grap, om 10:30 heb ik een livestream speciaal voor jullie jongens en meisjes voor de brugklas. Voor een vragenuurtje, klein uurtje, in ieder geval niet langer dan een uur, waarin je vragen kan stellen over paragraaf 3. Maar misschien heb je ook nog wat vragen over paragraaf 2. Ik ga even kijken of er mensen ook zijn die die livestream willen volgen. Maar dan kan je in ieder geval al je aardrijkskundige vragen kun je stellen. Dus dat is woensdag 1 april om 10:30. Dus ik zou zeggen, kom je bed uit en ga online en bekijk mijn livestream. Nou, moet ik nog meer tegen jullie zeggen? Even denken. Oh ja. Dat is dit. Ik ga, en dat ga ik ook in Soms zetten, maar ik heb nu een digitale soort test gemaakt van paragraaf 2 en paragraaf 3 en van wat basisboeknummers. En jullie krijgen in Som een internetlink, daar kun je op klikken. En dan wil ik je vragen om dat testje te maken. Het zijn een paar vragen die gaan over paragraaf 2 en 3 en de basisboeknummers van paragraaf 2 en 3. En het testje ga je maken om als een soort herhaling, om dus stof te herhalen en ook om voor mij om te kijken of je het hebt begrepen. En ik kan je ook feedback geven op de vragen die je dan maakt. Maar goed, dat wijst zich allemaal vanzelf. Hou je Som in de gaten en hou YouTube in de gaten. Doe vooral even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Heb je nou een vraag? Is iets niet duidelijk? Snap je iets niet? Wat dan ook. Stuur mij vooral ook even een mail en zoek contact. En dan tot slot, pas goed op jezelf. Ik hoop dat je nog steeds gezond bent en blijft. En ook de mensen in je eigen omgeving. Wees lief voor elkaar. En ik zie jullie heel graag in de volgende uitlegvideo. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer.